Dan ben ik bezig met welke kleren ga je aandoen. Het parcours nog 10 keer even bekijken. En waar komt de wind vandaan? Het weerbericht nog een keer kijken. Ja, zulke dingen. Ik had graag tot 10 uur in, maar ja, dat was niet makkelijk. Maar ja, na de muur waren we misschien met 7 of 8 man. Maar ja, niemand wilde rijden omdat er dan vroeger vooraan zaten. En daarmee zijn er dan weer mannen teruggekeerd, zoals spijtig op zich. Was ik even alleen op de Bosberg, maar ja, dat was ook, het was nog meer dan 10 kilometer naar Nienhoven. En dan dacht ik. Ja, in het begin is Pieter bij mij altijd gebleven, waar ik niet veel in de wind moest rijden. En dan vanaf het tweede deel heeft Boy mij altijd vooraan afgezet, gelanceerd. Nou ja, natuurlijk, ja, het is altijd met in de zij geweest en nerveus en ja, dat is vorig jaar.